Het was wel zo dat de meisjesschool, de Clara, die was bezet door het Nederlandse leger als mobilisatiecentrum. En dat werd meteen door de Duitsers overgenomen. Dus, en wij moesten dus schipperen met lokalen, met halve dagen scholen en zoiets dergelijks. Ik ben ook een tijd in de Minister Nedersestraat. Er was een jonge school die bij de Heilig Hartkerk hoorde. En er was een meisjesschool die op de Baronielaan die ook bij de Heilig Hartkerk hoorde. Dat werd uitgewisseld in lokalen en ja, precies uit maar halve dagen vaak. Op een goed moment zijn de Duitsers uit die school weggegaan, dus dan komt er weer een beetje een normaal ritme. Maar in de loop van de oorlog zijn die Duitsers toch weer terug gebouwen gaan vorderen en ook die scholen. Over het Joods zijn, nou je wist iets van uiteraard de sterren en dat er mensen verdwenen, dat wel. Maar in de naaste omgeving, in de straat niet, in de... Nee, het was helemaal niet zo slecht. Het was helemaal niet erg. En ook die Duitsers die deden nog niet echt moeilijk naar ons. Althans, niet voelbaar of zoiets dergelijks. Ik ben zelf in 16 jaar. Is er een razzia op komst en dat... Ja, dat ging van mond tot mond, hoe dat precies kon, wie dat oppikte en zo. Maar er werden razzia's gehouden in het Ginneke. En, want ze moesten mannen hebben voor Duitsland. En toen kreeg ik dan ook met mij een aantal jongens, meerdere jongens, leeftijdsgenoten. En toen zijn wij helemaal achter wat nu de Fatimakerk is, daarachter lag het oude Baronieterrein. En daar stonden twee boerderijtjes. Maar in dat Baronieterrein zijn wij toen naartoe gelopen met de stel jongens. Hebben daar in een kleedlokaal of zoiets dergelijks ons verstopt. Om niet uit huis gehaald te worden. En dan later op de middagavond, dan krijgen we een seintje van jongens, het is over hoor, kunnen we naar huis. Ik ben zelf nog wel, ik weet wel, ik kom van de Mulewacht, dat is 43 denk ik, 44, kom van de Mulewacht. En ga ik naar de Handelsavondschool. En dan loop ik in de Ginnekenstraat in de omgeving daar, want daar was die school ook. En lopen er een paar Duitsers en dan gaan wij heel paar mantig als bravoerjongens van 16 achter die Duitsers aan. In de pas, hup, hup, hup. En die kerels die worden kwaad en die spreken ons aan. En nou, dat maakte indruk, want we dachten, nou, die jongen, die kerels die hebben zo het recht om, dan ga ik niet ineens aan een vuurpeloton denken, maar om je kuif te pakken en mee te nemen. Dus we liepen te pesten. Zelfs dat deden we dus nog een beetje. Een paar deuren verder woonde een timmerman, die had nogal wat hout en die ging voor zijn ramen allemaal balken zetten. Dat als er geschoten of scherven zouden zijn, dan zou dat hout wel een beetje tegenhouden. Er was een gezin met één zoon in huis. En daar zijn wij met z'n achten, hebben de nacht doorgebracht. En dan, 's morgens om een uur of vijf, dan komt er heel veel leven in de straat. Nou, dan ga ik, maar niet alleen ik, maar ik was wel zo, ik moest het allemaal zien. Ik had toch een stukje nieuwsgierigheid. En dan gaan we naar de voordeur, stiekem, want dat mocht die bewoner niet weten, want dan hadden ze gezegd, hup, naar binnen. En dan zijn ze telefoonkabeltjes aan het uitrollen en dan zien die soldaten zien ons en die zeggen, naar huizen. En dus wij weer meteen naar binnen. En toen zeiden we, er zijn Duitsers, we zijn nog niet bevrijd. Maar er waren Polen die Duits spraken. En dan wordt het daglicht, morgens om een uur of 7, 7:30. In deze tijd, 7:30 is het wel een beetje licht. En dan zien we dat er Polen zijn. En die zijn zich daar dan, op dat kruispunt in die omgeving, te installeren. Met materiaal. Een keukenwagen en wat er allemaal verder moest gebeuren.